Begrippen waarin we in de natuur kunnen toonhoogte aangeven zijn trillingstijd en frequentie. De trillingstijd geeft aan hoe lang het duurt voordat de snaar helemaal van boven naar onder getrild is en weer terug. De frequentie geeft aan het aantal trillingen in 1 seconde. Trillingstijd is eigenlijk niet zo'n heel handige eenheid. Je krijgt hele kleine getallen bij trillingstijd. Als je een kleiner getal krijgt, dat betekent dat er meer trillingen zijn, dan wordt de toon hoger. Daarom werken we veel liever met frequentie. Frequentie geeft aan hoeveel trillingen er in 1 seconde zijn. En als er dan meer trillingen in 1 seconde zijn, dan is de frequentie hoger, maar dan is de toon ook daadwerkelijk hoger. Bovendien, de getallen van de frequenties zijn veel logischere getallen. Dat zijn gewoon normale getallen. Een mens hoort bijvoorbeeld tussen de 20 en de 20.000 hertz en dat rekent veel fijner.